Welkom op de nieuwe M-corridor. De M-corridor was vroeger echt een gang waar je doorheen liep van lounge 4 naar de pier, dus naar je vliegtuig. Bijvoorbeeld als je vliegt met Ryanair of met EasyJet. En nu is het een wacht- en verblijfsgebied geworden. Dus daar kan je heel prettig verblijven, zitten, je telefoon opladen, wat je wil. Alle stoelen die hier staan zijn allemaal hergebruikt, dus die hebben ergens anders op Schiphol gestaan. En die hebben we een frisse opknapbeurt gegeven. Ook nog van materiaal wat weer bestaat uit hergebruikt leer. Dat heet e-leather. Dus heel erg duurzaam. De plantenbakken die zijn gemaakt van oude informatiebalies die ook van Schiphol komen. En gemaakt van een oude Boeing 747. Het zijn onderdelen van een Boeing 747. En is in Spanje ontmanteld en in stukken gezaagd en zo in die krat hierheen gekomen. Hier op de corridor staan twee windmolens. Die zijn ook gemaakt van oude informatiebalies die op Schiphol hebben gestaan. En van een oude Boeing 747. Daar kan je heel mooi je mobiel of je laptop mee opladen. En op het moment dat je dat doet, dan gaan de wieken draaien en kan je heel mooi zien hoeveel energie je verbruikt. Daarnaast is natuurlijk ook die stroom, groene stroom, vanuit Nederland, vanuit windmolens opgewekt. Dus hartstikke mooi en een compleet pakket om de duurzaamheidsgedachte van Schiphol te laten zien. Schiphol heeft twee duurzaamheidsdoelen in 2030. Zero emission en zero waste. Daar hebben we bij dit project juist heel erg naar gekeken, want zero waste is dat je geen afval hebt. Allemaal hergebruik van producten. De M-corridor is helemaal klaar voor jouw volgende reis.